maar we gaan niet vandaag haar verjaardag vieren. Ah. Jij weet het al lang, ja. Wou je het zeggen? We gaan niet huilen. Het was huilenfeest. Nou, ik heb vandaag natuurlijk ook Missie even meegenomen. Ik dacht dat ze gezellig. De stem van God klinkt als een bazuin. Dat is een van de dingen.
Het was vele bazuinen. En het eerst wordt dat genoemd als het volk bestelt. Ik weet niet of jullie dat verhaal kennen, als ze in de woestijn zijn en ze gaan allemaal naar de berg. En dan komt God op de berg en dan klinkt de stem van God als veel bazuinen. En eigenlijk staat er dat alle Israëlieten begonnen te beven. Nou, ik kan me dat wel een beetje voorstellen, want als ik dit hoor, dan denk ik van... En het is best wel een krachtig geluid wat daaruit komt. Nou, verder wordt er in de Bijbel verteld hè, dat de bazuin gebruikt wordt om mensen te verzamelen. Wat Chris net ook vertelde. En de bazuin wordt gebruikt bijvoorbeeld als de koning komt. Als de koning wordt gekroond, dan mag je een keer blazen. Hè, want dan wordt er zeggen ze, leef de koning, hoera, hoera, de koning is gekroond. Soms gaat hij heel hoog, hè? Te vieren dat Jezus eraan komt. Nou,